We beginnen met de kampioenen van E2. We zijn met 72 doelpunten voor en we 17 doelpunten tegen. Ongeslagen kampioen worden. But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. De centrale opkomende verdediger, de angst van iedere spits en keeper, bijgenaamd de Buffel. En de Buffel rent en stopt nooit. Rutger Bos, verdediger en aanvaller, malen van alles, scoren en verdedigen, overal inzetbaar, zelfs scoren in een eigen doel. Yeah. Job Gerrits. Yeah. De verdediger. Onze super slimme verdediger en de teamspeler. Ook wel de Kuif genoemd, maar dat heeft hij van zijn vader. Heeft vele aanvallers het bos ingestuurd. Met zijn verdedigende acties en splijtende fases heeft Job vaak de aanvallers huilend van het veld zien gaan. Lars, bijgenaamd de Bittel, is een echte karakterman in het veld. Geeft nooit op en is een echte teamspeler. Daarom is de vader ook de leider van Nederland. Heeft ook vele verdedigers de stuipen op het lijf. Ja, aanvaller en aanvoerder. Niels, bijgenaamd Nelis, is een echte rechtsbuiten die mede dankzij aanmoedigingen van opa Hooligan de vele doelpunten en assist op zijn naam heeft staan. Lars, bijgenaamd, je kan het zien hè, Mini Lars, is de grote kleine man van het team. Bij het spelletje geitenbal op de training was hij altijd in plaats van de geit het zwarte schaapje. Aaron, bijgenaamd Panna Panna, is de coltisdief van het team.